U mag hier toch helemaal niet komen? Ik ben er ook niet. Maar hij was er wel. De Eindhovense pedofiel Sietse van der Velde. Donderdagmiddag gaf hij op het Eindhovense stadhuisplein toelichting op zijn beweringen dat de gemeente op zijn minst niet helemaal correct heeft gehandeld toen burgemeester Van Gijsel hem in september de toegang tot de stad ontzegde, daags voor zijn vrijlating. Uit documenten waarover Van der Velde beschikt blijkt dat een aantal van de beweringen waarop Van Gijsel destijds zijn gebiedsverbod baseerde, niet kloppen. Je hebt nou een handvol voorbeelden gezien wat er fout gaat in Eindhoven. Ik heb bijna 30 punten waaruit blijkt dat Eindhoven de zaak gewoon zit te belazeren en de bevolking dus onjuist voorlicht. Zo zou er volgens het bevel sprake zijn van ernstige vrees voor de veiligheid voor Van der Velde en slachtoffers. Maar in de dreigingsanalyse van de hoofdofficier staat dat in gesprek met slachtoffers en familie geen concrete bedreigingen zijn geuit aan het adres van Van der Velde. De waarschijnlijkheid dat er verstoringen van de openbare orde komen, wordt als laag ingeschat. Wel wijst de hoofdofficier erop dat Van der Velde vrij onberekenbaar, chockerend en provocerend is. Dat Van der Velde inderdaad een provocateur is, bleek ook tijdens het interview op het Stadhuisplein, toen een groepje kinderen voorbij kwam. Nou, je krijgt het decor er gratis bij. Het is de verkeerde maat, het geeft een verkeerde associatie. En je ziet het, waar ik ook kom, ze komen vanzelf naar me toe. Dat is nou mijn noodlot. Burgemeester Van Gijsel heeft ook wel een beetje een punt. Hij staat in voor de veiligheid van zijn bevolking. Misschien wel, maar hij heeft in eerste instantie zelf gezorgd dat die bevolking zich onveilig voelt door allerlei onjuiste beelden van mij neer te zetten. En dat zijn? Recidieve risico's, weigering, behandelingen en toezicht. Terwijl die zaken allemaal netjes geregeld waren. Maar Van Gijsel wil doen voorkomen alsof dat niet het geval is. Zowel de gemeente als de reclassering stellen dat Van der Velde niet tot nauwelijks wil meewerken. Maar Van der Velde stelt dat hij wel degelijk meewerkt. Op 4 september was hij met een ambtenaar van de reclassering een overeenkomst overeengekomen, waarin hij zich akkoord had verklaard met begeleiding door reclassering, huisbezoeken en een intake bij De Omslag voor eventueel diagnostisch onderzoek. Dit heeft hij ook ondertekend op 21 september, een dag na zijn vrijlating. Ik denk dat zeker de ophef die ontstaat van kinderen slachtoffers maakt. Maar zoals je hebt kunnen lezen in de getuigenverklaringen van de betrokkenen, voelen zij zich nou niet bepaald slachtoffer. Ze zijn naderhand slachtoffer gemaakt. Maar hoe voelen zij zich dan? Zij hebben vanuit een stukje puberale nieuwsgierigheid wat contacten gezocht. En daar ben ik met mijn domme kop op ingegaan. En dat heeft uiteindelijk door alle ophef eromheen voor schade geleid. En in die zin zijn ze slachtoffer, ja. Dat had ik zeker niet moeten doen, maar ja, als iedereen op alle momenten van zijn leven overal bij stilstaat. Er zijn gewoon momenten dat er dingen gebeuren waarvan je achteraf zegt, ja, dat had ik niet moeten doen. Zou je het weer doen? Ik zou het geen enkele puber op dit moment aan willen doen om in de situatie terecht te komen waar ze nu in terecht komen. Met alle opheffen rond dit soort contacten. Nee, ik denk niet dat het in hun belang is. Van der Velde sluit niet uit dat hij toch weer terug zal komen in Eindhoven. Kunt u veilig in Eindhoven wonen? Ik kan ook veilig op het Stadhuisplein zitten. Dus waarom zou ik niet veilig in Eindhoven kunnen wonen? En is Eindhoven ook veilig met u erbij? Ik heb hier 35 jaar gewoond. Eindhoven maakt geen onveilige indruk op mij. Dus ik denk dat ondanks mijn aanwezigheid Eindhoven toch wel veilig blijft. Lees zaterdag het complete verhaal, inclusief de reactie van de gemeente in het ED.